Goedendag. Goedendag. Hoe is het nou? Ja, goed. Jij de motorrijdende kerstman. Dat klopt, ja. Jij rijdt al een paar dagen rond in de stad, hè? Ja, ja. Ik ben in actie voor het Prinses Maxima Centrum. Wat is dat? Ik zie het inderdaad voorop staan. Ja, nou, dat is een kinderziekenhuis. Daar vechten ernstig zieke kinderen voor hun leven. En met deze inzamelingsactie wil ik geld inzamelen om ze weer even kind te laten voelen. Ja, het is gewoon nog een mooi goed doel. Ik woon in Middelburg inderdaad. En hoe heet je? Wie ben je? Ik ben Doak Weemaas. Mocht je nou willen doneren, dat kan natuurlijk. Ik heb QR-codes hier op de motor, voorop en aan de zijkant. Die kunnen gescand worden. Dus als die ergens geparkeerd staat met je kerstman achterop, je hebt een kleine kerstman achterop. Ja, klopt, ja. Grote vriend. Maar dan kan je het inderdaad gewoon scannen. Maar het kan inderdaad ook gewoon rechtstreeks via je Instagram-account of? Ja, daar staat ook de link naar de website. En je zei er net toen je aankwam dat je het ook landelijk hebben jullie het ook gedaan, maar dan echt met 50 kerstman of zo? Klopt. Ja, we hebben vorig weekend een rondrit gemaakt. Dat was in Noord-Holland. We zijn inderdaad een mannetje of 50, allemaal in kerstsferen. Verdeeld in kleine groepjes, in verband met de coronamaatregelen. Er zijn een aantal initiatiefnemers in die buurt geweest en die hebben dat op Facebook gezet. Die hebben daar dan heel veel reacties op gekregen. Vandaar dat we dus ook met zo'n grote groep waren. Ja, precies. En hier in Zeeland of in Middelburg, hoeveel zijn er daarvan of ben jij dan de enige ambassadeur? Ik denk dat ik een van de weinigen ben. Nou ja, dan ben je heel goed bezig. Dus ik zou zeggen, succes ermee. Ja, en dankjewel voor je tijd. Ja.